Het wordt maar een volle en warme simmerdag, maar van de morgen de meeste zinnen. En de kaam staat gewoon meer bewolking terug een gebied met Rijn en buien boven de Noordzee. Dat wie van de morgen petit al te zien onder bewolking hier bij mij in Haas. En die bewolking zoek ik daar gewoon meer en meer van komen. Maar ik hier van de morgen er nog even wat zinnen bij. Wel, het waar van het weekend. Allereerst juni en vannacht juni is het nog warm, maar is dan 20 rond 22 graden om een uur wacht in. Vannacht ik een hege temperatuur, 14 rond 16 graden, maar vannacht ik kans op een bui of een buiken, misschien wel maar kans op tonger. Verder is er net volle wind, krijgt 1 rond rijden uit zuid-zuidwestwijn. Morgendag, in de maandtijd nog een bui of een buiken, daarna wordt het droog en in de rim van de maandtijd en in de middag oeral de zinnen er wel bij. De temperaturen zullen zal liggen om de beide, nou steeds maar zo'n 21 rond 24 graden. En de wind dan, nou die komt uit het zuidwesten, maar is matig rond krachtig. De krachtige wind betiet in het watergebied en dat is tijdelijk, dat geldt voor letter in de middag of in de joentijd of vast even de waskoging van de wettersport. In de nacht nog altijd komen ze op een aantal rijn- of tongerbuien en dan snijden. Een aantal buien, buikens, de zinnen er eens even bij, temperaturen wat lager, 18 20 of 21 graden. En dan de wind, matig rond krachtig betiet hut in het watergebied en duidelijke waarschuwing van de wettersport uit west tot zuidwestwaai. We beginnen naar het vooruitzicht. Manje, tiesje, maandje, droeg waar, redelijk wat zinnen, staan gewoon meer en meer zinnen. Temperaturen 21 graden, op maandjes aan 22 of 23 graden. En na maandje gaan we op naar de 24 graden en heger. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwing.